het gewoon echt afzien. Met een klote ziekte. En alleen maar pijn, dat kan ik gewoon niet aan. Idiote krampen in mijn handen. En mijn schouder en in mijn been. Zenuwpijnen zijn het, ja. Wat de oorzaak is en wat je eraan kunt doen, dat weten we nog niet. Maar op dit moment zijn er geen griezelige dingen om u grote zorgen over te maken. Ik wil gewoon dat ze weten wat het is. Dat er gewoon een medicijn gegeven kan worden. Op het long zie je een paar plekjes die er onrustig uitzien. Ja. Het kan van alles zijn. Het kan gewoon een ontsteking zijn. In het hersenvocht is het eiwit licht verhoogd. Ik weet het allemaal niet meer. Ik heb het idee dat mijn leven gewoon over is. Wat aardigs kunnen zijn, dat weet ik gewoon niet. Op de foto kun je dat niet zeker. U zegt zelf al kanker, dat is inderdaad een van de dingen waar we rekening mee hebben. Wilt u even diep inademen? Vasthoudende adem. Maar wat er dus gezien is in het punctiemateriaal wat we hebben gedaan, is dat daar longkanker in te zien is. Dat heet een kleincellig longcarcinoom. Er zijn ruwweg twee typen, een grootcellig en een kleincellig. En die twee maken in die zin nogal uit, omdat een kleincellige heel snel uit kan zaaien. Veel sneller dan een grootcellig. Dus ja, wat is de verwachting? Binnen een jaar zal het waarschijnlijk wel afgelopen zijn. En misschien is dat ook wel veel korter. Echt, dat durf ik niet te zeggen.